Heren, we gaan praten over die week. En dan ga ik nu eerst naar de directeur. Het thema is what if, wat als. Waarom gekozen voor zo'n thema? Nou ja, als je Dutch Design Week organiseert, vraag je je natuurlijk af, wat is dat nou, dat Nederlandse ontwerp? Ja. Wat kunnen die Nederlandse ontwerpen nou specifiek? Wat ze in andere landen misschien anders doen? En wat je dan ziet, is wat opvalt, is onder andere het vragend vermogen van Nederlanders. Misschien omdat we een beetje een brutaal volk zijn. Of, kunnen goed vragen stellen. Kunnen heel goed vragen stellen. Dus als jij bijvoorbeeld een Nederlandse ontwerper een opdracht geeft, dan krijg je geen antwoord, maar krijg je 20 vragen. En dus die vragen, de vraag achter de vraag, om de hoek kijken, nog een keer en maar doorvragen. En ja, ik denk in tijden waarin... Maar leidt dat toe? Leidt dat wel tot iets? Nou ja, in tijden waarin die oude antwoorden allemaal niet meer echt lijken te helpen, denk ik dat je echt op zoek moet naar die nieuwe vragen. En daar zijn ontwerpers heel goed in. En daarom hebben wij eigenlijk besloten om een vraag centraal te stellen. En toen maar meteen de vraag van inspiratie, creativiteit, verbeelding, verbazing. De vraag natuurlijk. Dus dat is een mooi thema. Nou, even op die Dutch Design Week zijn onze collega's van Bright gaan kijken. Krijgen een bepaalde indruk. Ze zijn naar een paar ontwerpers gegaan. Dit is mijn installatie. En hier zie je buizen. En daar zitten bioluminescente bacteriën in. Dat zijn hele kleine organismen die licht geven in reactie op zuurstof. Nou ja, je hebt in de zee heb je allerlei organismen, vissen en algen en van alles dat licht geeft. Eigenlijk veel meer dan je kan voorstellen. Wat je hier ziet zijn innovaties die een grote impact gaan hebben op ons welzijn. Er is werk met bloed, er is werk wat gaat over CO2-problematiek, er is werk wat gaat over het leven, er is werk wat gaat over voedsel. Je hebt meelwormen en deze meelwormen worden vermalen en vervolgens verwerkt tot een pasta. En die pasta die gaat in dit apparaat. En met dit apparaat wordt vervolgens een konijntje geprint van deze meelwormenpasta. En een konijntje, omdat dat zijn we gewend om te eten. Dat is niet zo angstaanjagend als meelwormen of sprinkhanen. Nou, lekker, hè? Konijntje inderdaad. Dat wekt ook meteen op de lachspieren. Ja. Maar dit gaat verder dan alleen maar vragen stellen. Hier zijn ook oplossingen gevonden. Ja, oplossingen, weet ik het. Ja, er worden ook oplossingen geboden. Het is een heel breed spectrum, zeg maar. Er worden ook oplossingen geboden, maar er worden ook maatschappijkritische vragen gesteld. Er wordt ook vertwijfeling gezaaid. Wij zijn niet zozeer een evenement van alleen maar de kant-en-klare producten die van de lopende band komen. Ja. Er is ook dus heel veel conceptueel werk nog in processen, experimenten. En wij trouwens niet alleen Eindhoven, hè? Ook andere universiteiten daar bij elkaar. Ja. Maar wel Nederland nog steeds groot, echt een koninklijke positie neemt Nederland wereldwijd gezien in de positie van de design. Ja, absoluut. Nog steeds groot exportproduct ook. Ja, absoluut. En je ziet dat juist die mentaliteit om echt op een andere manier naar vraagstukken te kijken, dat is iets wat ze ook in het buitenland wel echt roemen. En dus op een hele slimme manier dat ook doen. We hebben niet voor niets Bas van Abel hier zitten natuurlijk. Hè? Ja, daar zit hij, dames en heren, zou ik bijna zeggen. Oh ja? Want we gaan even kijken wat hij precies doet. Want ja, zeker. De Fairphone. Ik heb net in mijn inleiding ook gezegd, dat is echt iets groots. Dat kan iets groots worden en er zijn er nu al veel van verkocht. Wat het precies is, dat moeten we eens even gaan kijken. Wat is de Fairphone? Kijk maar. En bewijs het maar of vertel het maar. Kijk, hier kun je zelf in elkaar zetten. Nou, dit is nog het vorige toestel. We zijn bezig met een nieuw toestel. Maar dit is onze eerste telefoon. Er zijn er inderdaad 60.000 van verkocht. 60.000 al, ja. Zie je, dat is gigantisch. Ja. Nou, dit lijkt nog een gewone en hier gaat hij open. En dan? En dan maak je hem open. En wil je dit betekenen dus? Hij is kapot. En nou ja, kijk, bij dit toestel hebben we hem nog niet ontworpen op zo'n manier dat je hem ook echt gewoon klik-klak uit elkaar kan halen en onderdelen kan vervangen. Maar bij het nieuwe toestel is het een modulaire architectuur. En dat is helemaal gericht op dat mensen hem langer kunnen gebruiken. Maar ik denk, het belangrijkste van Fairphone is dat we ons richten op de keten. En kijken hoe kunnen we de arbeidsomstandigheden, hoe kunnen we daar iets aan doen. En dat gaat helemaal vanuit mijnbouw tot aan de fabrieken in China, tot aan de recyclingfaciliteiten in landen als Ghana. Maar die hele keten, wat is daar mis mee nu met die keten, dat het veranderen moet? Nou ja, dus het gaat eigenlijk over de wereldeconomie. Dat is gewoon een heel groot verhaal misschien, maar gewoon heel simpelweg. Er zijn oorlogen in landen rondom het mijnen van mineralen. Die worden gebruikt in de elektronica. Er zijn arbeidsomstandigheden, fabrieken waar je waar niet heel blij van wordt. En er worden gewoon op vuilnisbelten in de wereld worden allerlei elektronica, stapels en stapels elektronica, ook gewoon verbrand
om daar nog wat mineralen uit te halen. Maar bij deze verhalen denk ik altijd wel, dat is heel mooi, maar als je dat ook waar wil maken, dan moet je ook enorme controle kunnen uitoefenen. En daar gaat het in de praktijk vaak mis mee, want dit kun je zeggen. Maar hoe weet je zeker dat het bij jullie nieuwe Fairphone wel allemaal goed gaat? Nou ja, ik denk dat Martijn wel een leuke insteek heeft. Als je dingen af gaat vragen, dan is dat de stap 1. Hè? Dus ik weet het ook niet dat we met Fairphone alles kant-en-klaar aanbieden en oplossen. En dus wat we hebben gedaan, we hebben gezegd van oké, dit is een heel groot vraagstuk. He, dus er zijn heel veel stappen die je moet nemen om te komen tot die oplossing. In principe moet je eerst wereldvrede hebben, wil je een eerlijk telefoon kunnen maken. Want de hele wereld is... Nee, dat gaat heel ver, ja. Dat gaat heel ver, dus sowieso moet je het bekijken. Ja. Maar laten we eerst kijken of we weer die relatie tussen mensen en producten terug kunnen brengen. En kijken waar we het dan over hebben. En als we die stappen dan, als we dat product gaan maken, dan kan je in al die facetten van het maken van het product ook gaan kijken wat zijn de eventuele oplossingen die je kan vinden. En dat doen we door middel van een debat creëren. He, dus een vraag komt altijd weer, komen altijd weer via nieuwe vragen. Ja. 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 En dat doe je dan met de consument. He, dus wij willen ook de consument, maar iedereen die betrokken is in die keten, dus ook de makers, de ontwerpers, wil je een rol geven in het... Maar als er te veel mensen zich mee bemoeien, dan krijg je toch een soort Poolse vergaderingen. Voor je het weet bemoeit iedereen zich ermee. Iedereen voegt wel iets nuttigs toe. En dan creëer je toch uiteindelijk niet. Iemand moet toch ook doorslag kunnen geven? Ja, en dat doen wij als bedrijf. He, dus wij kijken gewoon, we faciliteren een debat aan de ene kant. Maar aan de andere kant hebben we ook een realiteit van gewoon een commercieel product. En dat maakt het ook heel fascinerend. Hè? Want het gaat uiteindelijk ook om dat product verkopen. Verkopen we niks. Nou, ik vind het fascinerend. Ik begrijp dit verhaal natuurlijk. Maar ook fascinerend die Fairphone 1 die we zagen. Die 2 gaat dus nog verder. En daar kun je. Want ik vond dit al vrij simpel. Ik ben totaal onhandig. Maar ik zag dit. Ik dacht, ik begrijp Fairphone 2. Die kun je dan openmaken. Die is heel eenvoudig. Die kan ik zelfs bedienen en maken als hij kapot gaat. Dus gaat langer mee. Ja, dat lijkt me ook nogal een stap vooruit. Ja, dus waar het ons om gaat, is om binnen die industrie verandering in het denken te brengen. En de industrie van de elektronica is, vooral smartphones, gericht op een cyclus van ongeveer 2 jaar. Ja. En na 2 jaar wordt iets gewoon niet meer gemaakt. He, dus als je de telefoon zo ontwerpt dat je modulair van opzet maakt, betekent dat als iets stuk gaat, want dat is het grote probleem, als er 3, 4 jaar iets stuk gaat en je wil dat mensen langer met hun elektronica doen, want daarmee hoef je minder producten te maken. Maar gaat er iets stuk over 3 jaar en het wordt niet meer gemaakt, dan heb je een probleem. Aan de andere kant, stel dat je van vernieuwing houdt. Je bent een beetje gek gemaakt, je behoort op de jonge generatie, je bent een digitaal geboren en je denkt, wacht even, ik wil juist om de 2 jaar iets nieuws. Dat vind ik juist leuk en spannend. Ja, en dan kom je weer op het punt, hoe kan je de relatie tussen mensen en hun producten ook gewoon weer terugbrengen? Hè? Want daar zijn, ik vind het echt heel fascinerend is het om te bedenken dat zo'n telefoon gewoon uit de grond komt. Klaar. Ja. Ja. He, en als we zijn zo vervreemd van die producten dat we ook die relatie niet meer hebben. En ik heb gewoon zoiets van, joh, als je mensen meer onderdeel maakt van die keten en het besef daarvan, dan verwacht ik dat mensen ook een andere verantwoordelijkheid gaan nemen ten opzichte van hun producten en het ook leuk gaan vinden. En dan loop je straks helemaal binnen en dan heb je zoveel geld dat al het idealisme in 1 keer versmelt. Of blijf je dan ook de idealist dat dit straks echt met nog een paar nullen erachter geschreven gaat worden in de verkoop? Nee, dan ga ik natuurlijk naar de Bahama's en dan ga ik het doe even normaal. Nee, tuurlijk. Nou, gelukkig, hè. Ik ben ook maar een mens. Nee, natuurlijk. Idealisme, het is een idealisme, maar het is ook een heel, heel pragmatische vorm. Ja. En wij hebben een bedrijfsopzet, dus we hebben een commercieel model, maar we zijn een social enterprise. Dus die winsten die wij maken, of die we willen maken, die willen we ook herinvesteren in die keten en de oplossingen bedenken binnen wat we zelf doen. We willen niet zeggen, we maken winst, geven het aan een goed doel en de rest houden we zelf. Tuurlijk. Wat vind je van deze Fairphone, van dit idee? Nou, wat heel leuk hieraan is dat je ziet dat die creatieven, zoals Bas, die vroeger wel eens gebruikt werden om aan het einde van een innovatie er een mooi randje aan te geven, die zie je nu helemaal integraal in die processen. En dat vind ik sowieso heel erg mooi. Het overgaan. Ik zou bijna zeggen, als ik het verhaal over de ontwerpers, hebben het nu voor het zeggen. Nou, ik vind, kijk, wat er is gebeurd is, die ontwerpers bewegen zich van nature eigenlijk heel erg tussen de gebruikers, tussen de mensen, in de sociale context waarin dingen gebruikt worden. En dat proberen ze bijna als antropoloog, proberen ze dat te bevatten. Nou, dat is helemaal mooi. Ja, maar wat je zag is dat bedrijven natuurlijk op een gegeven moment best een beetje in de knel kwamen. Ja. Omdat ze vanuit product push of marketing push allerlei dingen op de markt aan het gooien waren, zetten waren. En op een gegeven moment zei die markt van ja, maar en die consumenten zijn ook veel mondiger geworden. En op een gegeven moment zegt de markt, is dit wel wat wij willen? Dus je kunt zeggen, er zijn veel meer producten als de Fairphone. Althans, die richting opgaan, waarin de ontwerper steeds meer voor het zeggen gaat krijgen. We gaan dus deze kant op. Ja. Het is bijna een totale draai die je daar gewoon geeft, de ontwikkelingen van nu.
Nou ja, ik denk dat je de creatieve industrie, de ontwerpers tegenwoordig echt moet zien in een enorme toegevoegde waarde aan de ene kant. Ja. Een stuk autonome werk, een stukje duiden van, ja. Nou ja, die vraagstukken. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, ja, gewoon in relatie tot andere sectoren, zoals gezondheidszorg, zoals mobiliteit. Maar noem eens iets dan op dat gebied, want wat voor dingen zijn er te zien dan in de Ja, er zijn 2500 ontwerpers. Noem maar 2300. Nee, maar, noem maar een paar. Nee, nou ja, toevallig, we hadden vandaag de Kamercommissies EZ en OCW op bezoek. Hartstikke leuk. En dan heb ik twee ontwerpers op het podium gevraagd. Twee talenten rondom gezondheidszorg. Ja. Eén echt high-tech en één low-tech. En wat was het? De ene was de ambulance-drone van Alec Momont. Die een ambulance-drone heeft gemaakt met een defibrillator erop. Als jij een hartinfarct krijgt en iemand die bij jou is activeert zijn app, dan weet dat ding waar er is, is binnen 4 minuten bij jou. Fantastisch design en bovendien je kunt er wat mee geweldig. En het andere? Overlevingskans neemt met 80% toe. Ja, geweldig, ja. Omdat je er binnen 4 minuten bent. En de andere was heel low-tech. Dat was René Schepers. En die vertelde over, zij heeft zich helemaal ingeleefd in de informatievoorziening voor mensen die kanker hebben, die bestraald moeten worden. Het schijnt dat de informatie helemaal niet bij die mensen binnenkomt. En zij heeft echt als antropoloog tussen die mensen met iedereen gesproken, met de familie, met de behandelende mensen. Zij is bij iedereen gaan kijken wat gebeurt er nu. En ze heeft een heel eenvoudig, maar prachtig boekje gemaakt. Dit overkomt je, waardoor mensen veel beter begrijpen welk proces ga ik in. Ja, dat vind ik zo'n mooie voorbeelden, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn geweldige voorbeelden. Er zijn nog veel meer te noemen waar we helaas dus geen tijd voor hebben. Maar de Fairphone bijvoorbeeld, als je hiermee bezig bent, dat gaat nog tijden kosten, dat gaat het halve leven van Bas van Abel misschien wel innemen. De Fairphone 3, 4, 5 komen ze allemaal. Of ben je stiekem weer met wat anders bezig? Nou, kijk, er zit een enorme rijkdom achter dit project. En ik, de antropologische kant vind ik fascinerend. Hè? Want ik ben gewoon wereldreiziger op het moment. Je gaat van Oost-Congo naar China, naar Ghana. Je gaat de hele wereld over. Leuke bijkomstigheid. Nou ja, het is interessant. Meer dan dat. Het is ook vermoeiend. Maar kijk, als ontwerper, en dat is wat ik zelf ook fascinerend aan vind, is dat je, het begint, wel heel veel begint gewoon met het ontwerpen. Als je een telefoon maakt, dan ontwerp je die hele wereld die erachter zit en de consequenties daarvan. En ik denk dat ik daar... Het begint met het ontwerpen en het programma eindigt hier. Ik dank jullie. Dat is okay. Dank je voor dit verhaal. Dank je.